Goedemorgen, vandaag is het maandag, weer een nieuwe week. Ik heb al gesport, ik heb al gedoucht, ik heb mijn haar al gevend, ik heb me al opgemaakt en ik heb al boodschappen gedaan. En dat allemaal voor 11 uur. En het is weer heel warm en ik moest kattengrit halen. Grit, ik weet het nooit. En ik ben helemaal bezweet. Ja, nieuwe week. We hebben vorige week trouwens helemaal niet gesport. Nienke had geen zin en ik ook niet. Dus we hadden een weekje rust hadden we genomen. Dus vanmorgen was het best wel weer een beetje pittig. Maar we zijn blij dat we weer zijn gegaan, want nu zitten we er denk ik weer helemaal in. Dus nu gaan we woensdag weer. Nu ga ik eventjes mijn vlog editen en een kopje koffie drinken en vanmiddag moet ik werken. 2 hours later. Lange broek is weer aan, want we gaan werken en we gaan met de fiets. We zijn bij pap en mama thuis en we hebben de poes gezellig meegenomen. Dan kunnen ze lekker een beetje door de tuin lopen en ik zie Birdus daar. En Brit ziet het daar. We zijn weer terug in ons warme hol en ik heb hier een puus die ik net heb uitgeknippen. Oeps. Daar moet je even niet op letten. Het is bij ons thuis echt heel warm. Het is nu 26,5 graad. Het is echt heel warm. Dus ik heb lekker mijn pyjamaatje al aangetrokken en lekker mijn make-up eraf gehaald. En deze puus. Ik hoop dat hij morgen weg is. En ik heb mijn nagels weer gelakt. Nu ik die gelak en die acryl eraf heb, vind ik het dus weer super leuk om ze elke dag weer een ander kleurtje te lakken. Ik ga nu even mijn vlog af editen en inplannen voor morgenochtend. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is 9 uur in de ochtend en het huishouden roept me. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Ik ben ik klaar met werken, dus de poesjes mogen lekker even buiten spelen. En daar liggen ze. En elk vliegje en pluisje wat langskomt, die wordt verpakt. Alleen is het buiten echt net zo warm als bij ons binnen, denk ik. Oh ja, en ik heb vanmorgen heel de trap gepoetst. We hadden van die vieze bekleding erop zitten. Dus ik had met zo'n speciale spulletje had ik het schoongemaakt. Maar ik zie eigenlijk niet echt verschil. En ik heb wel heel erg mijn best gedaan. Goedemorgen! Het is vandaag woensdag! En we gaan vandaag sporten en ik heb mijn nieuwe shirt aan. Die heb ik bij de Hema gekocht. En kleine Bink gaat ook weer gezellig mee, want die ze staakt op school. Die weet niet wat. En ik ga jullie vandaag weer meenemen om te kijken of dat ik iets voor jullie kan filmen bij de sportschool. Nou. Nee. Ben ik weer gedoucht. En ik heb vandaag echt minimale make-up op. Ik heb mijn wenkbrauwen ook niet gedaan, want die ga ik zo meteen in de salon even zelf doen. Maar minimale make-up, want het is echt nog steeds bloedje heet. Ja, jullie hebben het ook zo warm, hè? Ja. Ja. Maar nu nog even een banaan eten en een mandarijntje en dan ga ik naar de salon. Daar was ik weer. Het is nu 17:30. Ik moet eigenlijk weer beginnen met werken. Ik heb bijna niks gevlogd, want ik heb deze weekdag gewoon een hele dag gewerkt. En het is hier bloedje heet. Het is hier 26 graden in huis. Dus ik hou alle gordijntjes ook helemaal dicht. En ik heb al zo'n waaiertje.
Maar die waren, neem ik dadelijk ook weer mee naar de salon, want daar is het ook best wel warm. Dus gaan we vanavond weer werken. Een heel ongezellig leven hebben Thomas en ik door de week. Want ik ga weg, 's avonds om weer te werken. En hij komt altijd thuis, dus we eten eigenlijk altijd apart. Heel ongezellig. Even een update over mijn nagels. Ik heb ze net weer helemaal geknipt. En heb ik weer nagelverharder erop gedaan. En ik doe nou gewoon elke keer nagellak eroverheen. En dan... ze zijn echt best wel oké eigenlijk. Dus daar ben ik eigenlijk super blij mee. Ondanks dat die acryl en gelak eraf is. En ik vind het ook eigenlijk wel heel leuk om al mijn nagellakjes te gebruiken. Dus vanavond doe ik er nog even een leuk kleurtje op. En nu gaan we werken. Goedemorgen, vandaag is het vrijdag. En ik ben helemaal klaar om naar het werk te gaan. Ik heb gisteren helaas niet gevlogd, sorry. Ik wilde 's ochtends in de winkel beginnen en toen was mijn geheugenkaart vol. En ik was pas laat thuis. Want Thomas' telefoon was kapot gegaan. Dus Thomas was naar de stad gekomen. Hebben we samen een frietje gegeten. Dus we waren pas laat thuis. Toen dacht ik, ja, heeft ook geen zin meer om mijn vlog te starten. Dus vandaag ga ik weer voor jullie vloggen. Ik heb een nieuwe outfit aan. Strepenbroek. En een amour t-shirtje. En ik neem dus lekker elke dag nu citroen met water mee. Super lekker. Dan drink ik tenminste genoeg. En ik heb lekker aardbeidjes bij. Dus dat ga ik even inpakken. Dat ga ik even inpakken. En dan gaan we naar de mos. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Hoe zeg je dat in Duits? Oké. Laat maar. We gaan even lekker lunchen en dan boodschapjes doen. Zondag. Nee, zondag is... is zondag. Zaterdag. Ja. Zaterdag? Dag. Ja, dag, ja. En verder hebben we nog geen plannen, hè? Niet echt. Boodschappen. Wil je nu even zelf filmen? Ik vind het bij de kijkers ook leuk als jij er een keer in vond. Dat was mijn collega's die jou alleen maar kennen van de vlog. Ze hebben we van de week ook in het echt gezien. Niet allemaal. Word je daar ongemakkelijk van? Ja, natuurlijk is dat. Op jij op jezelf richten. Hallo. Op de weg letten. Nou, je kan toch ook op de weg letten. Gaan we binnen door? Ja, we gaan toch naar de Maaspoort? Kun je toch ook via de weg? Ja, dat kan wel. Ja. Wij zijn hamburgers gaan maken. Lekker met gebakken aardappeltjes. En spek en uitjes. En tomaten. En augurken. En kokosmolens. Nee. En de hamburgerbroodjes. Het is weer een paar uurtjes verder. En we gaan nu op visite. Bij Corné en Willem. En we hebben voor hun ook een bordje bioenrozen gekocht. En voor mezelf ook. Had ik dat al laten zien als ik die zelf had gekocht? Waar is mijn vinger daar? Die? Nee. Daar. Doodles. Wij hebben sinds kort een bankje. Ik weet niet of ik dat al op de vlog had gezet eigenlijk. Die heeft mijn vader zelf gemaakt. Van oude kaasplanken. Superleuk. Hier hebben we weer lekker een lunchje gemaakt. En dan gaan we hem lekker hier opeten. Het is niet super warm. Maar we zijn blij dat we buiten kunnen zitten. Dus daar gaan we dan ook echt van genieten. Goedemorgen wees. Middag. Many hours later. Wij leven vandaag van eetmoment naar eetmoment. Want we gaan nu ons avondeten ook weer beneden op het bankje opeten. En we hebben gemaakt
kip ketchup met heel veel pepers. Nee, ja. Daar was ik weer. Het is nu zondagavond. Het is bijna 10 uur. Ik ben nog lekker even warm chocomel aan het maken. En daarna gaan we lekker slapen. Dus ik wil bij deze de vlog weer even afsluiten. Bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was echt volgens mij een vlog van niks. Ik heb deze week niet heel veel bijzonders meegemaakt. Maar die weken zitten er natuurlijk ook wel eens tussen. Bedankt voor het kijken. Doe je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei! Pioenrozen zijn echt prachtig.